Jaroski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 4. Vandaag gaan wij een Team Deathmatch potje spelen op de map Gridlock met deze class, de Peacekeeper. Met daarop de Rapid Fire, de Stok, de Hybrid Max en de Grip. En ik speel op het account van Max, omdat ik helaas zelf de Peacekeeper niet heb vrijgespeeld. Dus nog een shout naar Max, dat ik zijn account mag lenen. En we hebben de First Blood, we hebben de eerste uitgeschakeld. En we gaan meteen door naar de tweede. En we gaan meteen door naar de derde. En we gaan even dekking zoeken, meteen door naar de vierde! Zo doen we dat! Let's go! Ik gebruik de UAV, de Hellstorm en de Sniper's Nest als mijn scorestreaks zijn. Oh, wat een beginnetje. Oh, wat een beginnetje. Er staat er een bovenop. Nu niet meer, want hij is weg. En ik ga ook weg! Oh, jammer man! Serieus, waarom moest je daar naartoe gaan? Dat is een hele vieze headglitch. Ik had hem er natuurlijk al één keer van afgeschoten, maar ja, de tweede keer helaas. Lukte het me niet, maar oh, wat een beginnetje. Er staat er nog één. Oh, let's go man. We gaan vies nu. Er staat er nog één hier. Ze spannen hier. Oh, ik ben gekarretje! Oh, hij gooit hem letterlijk tegen me aan. Kijk dan, hij gooit hem tegen me aan. Oh, wat een lucky bastard. Die karretjes, daar word ik zo vaak door uitgeschakeld, hè. Oei, 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 oei. Ik moet je eerlijk zeggen, je kan er wel iets tegen doen. Dat doe ik niet. Omdat ik gewoon, ja, niet zo slim ben. En, oh, dat is jammer, man. We hadden echt zo'n sterk begin gewoon. Maar vind je dit dan leuk? Ram natuurlijk, zoals Keider blijkt, zou ik heel, heel erg gaaf vinden. Ik gebruik de specialist, de Outrider. Wat inhoudt dat we natuurlijk de Sparrow hebben en dit mooie drone. En dat drone, dat tagt de vijanden voor ons. Dat we eigenlijk op die manier een beetje door de muur heen kunnen kijken. Ik zeg het je, ik hack niet. Dat is die drone namelijk. En dit is super, super fijn. Want ik weet gewoon precies nu waar ze staan. En oh. Oi, 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 oi. Oi, 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 wat zijn we aan het doen? Ik schiet er gewoon boven. Misschien zit er iemand. Oké, okay, er zat helaas niemand. Oh, oh. Ik heb hem geraakt. Ik heb hem neer. Er zit er hier een binnen. Er zit er hier een binnen. Ik ga het risico nemen. Dank je. Risico gaat goed. Oeh, kijk uit dat je jezelf niet opblaast. Ik heb mijn sniper 6 nu ook. Je moet altijd oppassen dat je jezelf niet opblaast met die Sparrow. Ik schiet gewoon, want ze zitten daar namelijk. Ja, ik weet het. Ik weet gewoon dat ze daar zitten. Gewoon random schieten. Je raakt ze, dan krijg je een hitmark. Schiet er nog één achteraan, dan zijn ze daarna uitgeschakeld. Easy as that. Niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan, hè. Pas op nu. Dit is een spangebied namelijk. Pas op. Ik zie de voetstap. Ik ga er alleen niet achteraan. Daarom dus. Ik weet namelijk dat ze hier gaan inspannen. Dus ik wil er niet achteraan gaan. Omdat dit hun spanpositie is namelijk. Ze spannen er nog steeds. Hoor, eentje in mijn rug. Die heeft mijn teammate goed gedaan. Spannen er niet meer zo te zien. Oké, dan ga ik mijn Hellstorm inroepen. Woe! Altijd opletten op de spansystemen. Ja hoor, daar gaan we. Hellstorm pie. Bam! Double kill. Dank u wel. Dit is echt lekker. We zijn echt lekker aan het spelen. Ik maak geen grapje. Er zit er eentje hier in de badkamer. Maar nu niet meer. We gaan echt lekker, jongen. Oei, 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 oei. Er zijn ook allemaal mensen geracequit bij de vijanden. Die hebben er allemaal geen zin meer in. Maar wij gaan gewoon stuk voor stuk, één voor één door. Kom maar naar binnen, kom maar naar binnen. Niet slim om te doen! Moet niet naar binnen rennen. Moet opletten. Oh, we gaan lekker. Oh, mijn snipers zijn allemaal geracequit. Alle vijanden zijn geracequit. Oh, nee, jongens. Ze hebben er geen zin meer in. Wat zijn we aan het doen? Ik vraag me echt af, wat zijn we aan het doen? Nou, ik roep mijn hak in de lucht. Er staat er eentje nu recht voor me. Die heeft mijn teammate goed gedaan. Hellstorm, je gewoon inroepen omdat het kan. Er zit nog maar één vijand in. Waar ben je, vijand? Nou, ik heb geen idee ook. Ze zijn er allemaal uitgegaan. Alle vijanden zijn weg. Oh, dit is echt sneu. Hij zit er nu helemaal in zijn eentje in. We staan gewoon 31-3 van de 50 kills die er zijn gemaakt, hè. Waarom moeten jullie eruit gaan? Oh, we hadden zo enorm door kunnen gaan met de kills. En ik heb ook zo'n gevoel dat er niemand meer gaat joinen. Ja, kill me maar. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dit potje zo goed als het afgelopen is. Want ja, er komt niemand meer bij. We hebben hoe dan ook gewonnen. En ja, er is niks meer dat je kan doen tegen één vijand. Dus we gaan door naar het volgende potje. Volgende potje is begonnen op de map Militia. Het is altijd heel goed opletten op deze map. En vooral natuurlijk in de kerk. Want het kan heel druk zijn in de kerk. Maar het kan ook heel rustig zijn in de kerk, zoals je merkt. En het belangrijkste is natuurlijk dat middelste gebouwtje. Zitten ze daarin te campen? Die ja of de nee? Die vraag moet je je heel het potje afvragen. Zitten ze erin te campen, moet je ze uitschakelen. Zitten ze niet in te campen? Dan heb je geluk. Oh, ik had hem niet gezien, joh. Het is een heel langzaam begin, want er zijn namelijk al 40 seconden voorbij. En er zijn nog niet heel veel kills gemaakt. Dus dat is of dat ons team heel erg langzaam speelt. Of dat de vijanden misschien wel heel langzaam spelen.
Oeh, maar zo te zien zijn de vijanden heel langzaam spelen. Want, oeh, ik heb je zo hard geraakt, vriend. Want er zit niet echt heel hoog tempootje in op deze manier. Niet achter je karretje aangerennen, vind ik niet leuk namelijk. Het was niet eens zijn karretje, by the way. Het was namelijk een Outrider die ik killde. En dat karretje, dat is natuurlijk van een hele andere specialist. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Ik had er nog wel één. Oh, jammer dat ik die tweede niet kon pakken. Ik had hem nog wel geraakt, maar raken is niet genoeg. Dan moet ze daadwerkelijk helemaal uitschakelen en hij zit er nog steeds bovenin. Hij zit hier boven in het huisje, dat is dus wat ik bedoel. Hou altijd dat huisje in de gaten. En er zit nu dus één iemand te campen. En eigenlijk moet ik die zo snel mogelijk uitschakelen, maar... Dan moet ik wel even dat huisje inkomen. Ik ga hem pushen, hij zit daar binnen. Hij gaat waarschijnlijk ook nog eens op een streak en dat is niet de bedoeling. Hij is weg, hij is weg, hij is weg. Oh, jammer, ik wil echt... Oh, ik kan er niet tegen als ik soms weer uitgeschakeld. Gewoon puur door mijn eigen fout. Had ik daar eerder gereageerd, dan had ik hem namelijk. Dan moet je van leren. Je reactievermogen moet echt gewoon on point zijn. Want anders ga je eraan namelijk. Zit er hier in beneden. Awesome. En je moet er natuurlijk raak schieten. Dat is ook belangrijk. Maar dat weet gelukkig iedereen. Kom maar. Jammer, vriend. Zit er weer eentje volgens mij binnen, hoor. Ja, hij loopt nu hier naartoe. Goed gedaan, teammate. Goed gedaan, teammate. Uitschakelen, die gasten. Ik heb mijn Outrider ook ready staan. Oftewel natuurlijk de Sparrow. Hop. Oh, nevermind. Die was volledig mis gewoon. Gewoon op de boomstam schieten. Ja, zie je wel. Het werkt altijd. Hij heeft zo'n enorme explosie. Op het moment dat je gewoon een bij iemand schiet. Dan krijg je ook gewoon die kill. UAV standing by. Oh. Ik heb mijn UAV. Ik weet alleen heel even niet meer waar de vijanden zijn. Dus wat ik doe is ik roep mijn UAV in. Dan kunnen we iets... Hij zit er daar weer binnen. Ja, ik heb hem. Dan kunnen we namelijk weer iets meer zien. En volgens mij zit er hier iemand binnen met Ghost. Ja, hij zag je voetstappen, hij zit hier binnen. Ik weet dat ik erin zit. Oh, ik schoot per ongeluk. Dus volgens mij zit er nog één. Er zit er nog één. Komt hij naar boven? Ja. Dankjewel. Oeh, ze zaten beneden in de bunker zaten ze. Ik kan niet mijn snipers nest inroepen, want mijn teammate heeft er al in ingeroepen. Dus dat is wel wat minder natuurlijk. Maar dat houdt wel in dat mijn team ook hard gaat. Want anders houden we natuurlijk geen snipers nest. Als het goed is, spannen ze hier. Als het niet goed is, spannen ze anders rechts. Dan zal het hier zijn. Het is wel in de kerk. Ik roep heel veel mijn hawk in. Ik gebruik bijna nooit, terwijl ik hem wel heb staan. Het is altijd handig om gewoon alles wat je hebt te gebruiken. Want ik kan zomaar van pas komen natuurlijk. Oeh, teammate, je staat te campen daar. Ze komen in mijn ruggetje hier. Ik denk dat er nog één zit. Oh, die is naar binnen gegaan. Hij is naar binnen gerend. Oh, er zit er nog één. Dankjewel, jongen. Oh, ik heb een killer master. Hey, alsjeblieft, hè, Max. We halen voor Max gewoon een rustige challenge hier. Oh, pas op. Zit er één bij me. Er zit een vijand bij me. Hij staat naar binnen. Awesome. Ik zat hem heel veel op te zoeken, want ik wist dat er eentje bij me in de buurt stond. Ik wist alleen niet waar, dus vandaar dat ik iets rustiger uitspeelde. Gewoon even op zoek gaan naar de vijanden en dan pas schieten. Soms is iets rustiger spelen en eerst even kijken voordat je een beslissing maakt. Beter dan er zomaar op af te rennen natuurlijk. Holy knetter, mijn snipersnest. Oh, staat er hier nog eentje achterin, die wil ik eerst uitschakelen. Waarschijnlijk heeft die blind eye... Nee, mijn snipersnest heeft hem. Ik kan zeggen, waarschijnlijk heeft die blind eye aanstaan, want mijn snipersnest die schiet hem niet, maar... Hij heeft uiteindelijk geschoten, dubbelkill erbij met mijn prachtige Hellstorm. En dan is het weer op zoek naar de vijanden. Ik heb een nieuwe snipersnest, ik kan hem alleen nog niet inroepen. En de vijanden zitten in de kerk. Met hoeveel zitten ze in de kerk? 1, 2, zit er meer? Altijd oppassen hoor in die kerk, altijd oppassen. Oké, het is leeg. Kan ik mijn snipers eens inroepen? Nee, helaas. Ik weet niet waar ze zijn. Ik kan mijn snipers eens niet inroepen. Goed zo, teammate. Kan ik mijn snipers eens inroepen? Ja, oké, gelukkig. Oh, die gaat niet goed. Ik leef nog, zit hier waarschijnlijk binnen hoor. Gewoon schieten, teammate. Oh, hij heeft ze. Hij heeft ze allemaal, ik hoef niks te doen. Teammate heeft iedereen gepakt. Ik heb helemaal niks gehad aan mijn Sparrow. Maar ja, dat kan ook wel eens gebeuren natuurlijk. Dat kan ook wel eens gebeuren, ja. Oei, ik kom niemand meer tegen. Ik weet ook echt niet waar de vijanden op dit moment zijn. Daar zit er één. Snipersnest gaat ook gewoon door. Heerlijk. Snipersnest gaat door en door. Maak de kills maar. Zit er eentje binnen in het huisje?
teammate heeft hem uitschakeld, dus ik hoef het zelf niet te doen. Oh, dat was een mooie kill van hem. Hoe pakte hij me? Hij zag me springen. Ja, oké. Fair enough, dan heb je me, ja. Ik had eigenlijk verwacht dat hij me niet had gezien, maar ik raakte een beetje uit mijn concentratie. Omdat ik voor een zo enorm lange tijd geen vijand meer tegenkwam. En dan, altijd als ik dat heb, dan ja, ik verlies dan gewoon een beetje mijn concentratie. En dan uiteindelijk, doordat je je concentratie verliest, verlies je ook natuurlijk die gunfight. En ben je weg, dan ben je uitschakeld en dan is je streak natuurlijk ook automatisch weg. En is potje ook meteen afgelopen. Woe! 56-4 was onze eindscore. En dat was een interessante video. Want het eerste potje was iedereen het potje uitgegaan. En het tweede potje zijn ze er wel in gebleven. We hebben hem gelukkig kunnen afmaken. Met nog eens een killcam. Met nog eens een hoge streak. Met nog eens heel veel kills. En de Peacekeeper is gewoon een beest van een wapen. Dus dankjewel Max dat ik natuurlijk op je account mocht spelen met dit wapen. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. Jullie allemaal bedankt voor de support. Vergeet niet op dat duimpje omhoog te rammen als je hem genoten. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.